Het geheim van de kok scheelt een borrel op een slok. Dat is het geheim van Albert Einstein. Dat is het geheim van de kok, Albert Einstein. Oh, en die nee van 7 gangen. Voor 1,2 miljoen gasten, mijn hemel. Wat moet ik doen? En die nee van 7 gangen voor 2 personen, dat is al een ramp. Of 1,2 miljoen gasten, daar red ik nooit. En ik moet nog chic ook. Met champagne en kreeft. Waar haal ik nou 1,2 miljoen kreeften vandaan? Wacht eens even. 1,2 miljoen kreeften. Even de Middellandse Zee bellen. In gesprek. Natuurlijk. Oh, nee, wacht. Wacht. Het lukt, het lukt. Hey, help! Help! Weg! Weg! Weg, verzuip! Help! Een overstroming! Een overstroming! Oh. Oh. Gelukkig. Het was maar een droom. Maar ja. Die maaltijd van 7 gangen voor 1,2 miljoen gasten. Die moet ik wel maken. Maar ja, daar vind ik wel wat op. Bij daglicht is alles anders. Goedenavond, beste kijkers en lieve kinderen. Vandaag het recept voor een maaltijd van 7 gangen. Dat lijkt misschien moeilijk, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Ga naar een restaurant. Dat is de eerste gang. Meteen na de deur is er meestal een hal. Een klein gangetje dus. Dat is de tweede gang. De derde gang die leidt naar het restaurant zelf. Daar bestel je bijvoorbeeld aspergesoep. Dat is de vierde gang. Het hoofdgerecht, vlees of vis, bijvoorbeeld kreeft. Dat is de vijfde gang. Als toetje neem je ijs. Dat is de zesde gang. Daarna moet je naar de wc. Dat heet stoelgang. Dus dat is de zevende gang. Ziezo, je ziet het. Dat is dus geen probleem. Daar hoef je niet wakker van te liggen. Een maaltijd van 7 gangen. Is er nog tijd voor een grapje? Ja, natuurlijk. Oké. Na de 7e gang wel even je drol doorspoelen.